Het woord automation of het automatisering, ja, dat wordt momenteel eigenlijk niet meer gebruikt. Het is niet echt een hip woord, automatisering. De meesten hier die denk ik weten ook niet meer wat het betekent. Maar het mooie is, als we kijken naar automation, is het automatiseren. Eindelijk is IT zo ver gekomen dat we nu het IT-proces gaan automatiseren. Nou, en dat is dus met een hip woord automation. Dus ik ben erg benieuwd. Ik vind het erg leuk. We hebben twee leuke sprekers. We hebben Frans en Wim, toch? Wim, in één keer goed. Van Poltec. We werken vaak samen met Poltec. Poltec levert vaak testengineers die meedraaien in onze teams. En ja, kunnen over het vakgebied van het automatiseren van het testproces heel veel vertellen. Dus welkom. En we hebben onze eigen resident developers, Stefan en Rick. En zij gaan vertellen over het automatiseren van deployments naar je productieomgeving. Leuk dat jullie er zijn en ik hoop dat jullie er wat van opsteken. Dankjewel Herman. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is dus Frans van As. Ik werk bij Poltec. En toen Herman vroeg, willen jullie wat vertellen over testautomatisering, werd ik heel enthousiast. Ik zeg, ja natuurlijk wil ik dat. Dus ik kom graag langs en ik ga wel een middag iets vertellen. Nou zegt hij, mooi, dan schrijven we je in. Totdat ik me realiseerde dat ik er eigenlijk zelf helemaal niet zoveel van weet. Dus toen dacht ik, oei, wie krijg ik nou zo gek binnen Poltec om met mij een verhaal te vertellen over testautomatisering. Nou, gelukkig heb ik Wim bereid gevonden om daar iets over te vertellen. Dus ik geef straks het woord over aan Wim. Maar ik neem mijn eigen verantwoordelijkheid natuurlijk wel op. Ik ben accountmanager bij Poltec. Dus ik denk, nu kan ik wel iets vertellen over wie Poltec is, wat we doen. Waar we goed in zijn en waar jullie ons voor kunnen benaderen. Dus vandaar dat ik even de kans grijp. In 2000 is Poltec opgericht door Martin Pol, de schrijver en bedenker van T-Map. Ongetwijfeld dat testers daar wel eens van gehoord hebben. Martin heeft vele boeken geschreven of meegeschreven. Test process improvement, eigenlijk het verbeterd proces rondom gestructureerd testen, cloud testen. Nou, je zult op onze website van alles en nog wat tegenkomen als het gaat over publicaties en boeken. Als je interesse hebt, kijk daar gerust naar. Poltec heeft maar één focus en dat is testen. Wij willen heel graag goed zijn in testen en we zijn heel goed in testen. Maar alleen software testing. Maar binnen software testing kun je alle kanten op. Een paar voorbeelden, test automation, agile testen, security testen, performance testen, mobile testen. De wereld van testen wordt steeds groter, steeds breder, steeds complexer. Poltec blijft op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het testgebied, door innovatie, door onderzoek, door ontwikkeling. We zijn ook steeds vooroplopend met onze dienstverlening als het gaat over testen. We doen niet alleen testen in de uitvoering, maar we zijn ook goed in het helpen van het verbeteren van het testproces. Test process improvement, of we hebben een hele lijn TI, test improvement modellen. Test improvement voor automation, test improvement voor agile, test improvement voor mobile. Op onze website kun je daar veel meer over vinden. Als je zegt, ik heb al het een en ander in place, maar ik wil beter worden, dan kun je ons vragen en met een assessment van een aantal dagen helpen we jullie graag verder. Nou, dat doen we bij een hele reeks opdrachtgevers. Er komen er hier een paar langs, Unlimited. Maar je ziet, we zijn eigenlijk branche onafhankelijk. Oh ja, en Enterprise is ook een klant van ons. We zijn branche onafhankelijk. Dus wij brengen expertise mee rondom het testgebied. Niet rondom jullie vakgebied. Daar zijn jullie goed in, wij zijn goed in testen. Ik heb daar een banner staan in de hoek, daar staat Poltec daag ons uit. Dat zijn onze kernwaarden. Ik heb er even twee uit gehighlight. Kennisdeling en vakmanschap. Sommigen zullen Poltec misschien kennen als testopleider. We zijn de grootste onafhankelijke testopleider in Nederland. We hebben vorig jaar meer dan 3000 mensen geholpen met testopleidingen. In allerlei soorten en smaken. Wij delen graag kennis. We doen niet alleen de kennis delen met onze eigen collega's, maar ook met onze klanten. Nou, je kunt bij ons de traditionele vinkjes halen, die je hier ziet. Nou, die zie je niet op het scherm. De traditionele vinkjes, ik wil mijn certificering halen, dat kan bij ons. We doen ISTQB Foundation, we doen allerlei trainingen. We zijn bij ISKI aangesloten, waarbij je puur het diploma of de certificering kunt halen. Maar we doen ook hele praktijkgerichte trainingen, zoals C# of Java voor testers. Mobile testing, nou, je ziet daar een Lego karretje, wat Wim ook heeft ontwikkeld, een Scrum game. Of context-driven testen. Nou, daarvoor kun je allemaal bij Poltec terecht. Waar zitten we dan?
We zitten door Nederland. We werken lokaal, regionaal. We hebben 6 kantoren in Nederland en eentje in België. En we hebben inmiddels meer dan 170 medewerkers. Dit is in hoofdlijnen wat ik wilde vertellen over Poltec. Ik ga het stokje nu even overgeven letterlijk aan Wim. Als jullie vragen hebben over de presentatie, bewaar ze dan even tot het eind. Zodat Wim in ieder geval zijn verhaal goed af kan maken. En veel plezier met de presentatie. Ja. Ja, dankjewel Frans. Ik zie Frans ook nog zo door de gang lopen toen hij de vraag had gekregen van goh, wil je presentatie doen voor Enreis over testautomatisering? Dat hij zoiets had van wie moet ik dat nu laten doen? Ja, want meestal zit iedereen in opdracht. En ik kwam zelf dus tot de conclusie dat hij op de inhoud iets tekort kwam. Dus ik ving dat zo op. Ik was toevallig op kantoor en eigenlijk was ook heel snel mijn enthousiasme getriggerd. Van, dat vind ik wel heel erg leuk. Want daar heb ik in mijn opdrachten heel vaak mee van doen. Ik ben testarchitect, testconsultant. Help klanten vaak mee in verbeteren. Dus wat Frans al zei, we doen vaak assessments. Nou, ik doe vaak assessments. We hebben een klein groepje van seniors binnen Poltec die klanten helpt om te kijken van goh, hoe gaat het? Wat wil je? Bijvoorbeeld continuous integration, continuous delivery gaan doen. Nou, wat moet je dan aan je testproces doen om dat mogelijk te maken? Dus vanuit mijn opdrachten kom ik heel vaak met dat vraagstuk in aanraking. Dus ik was ook heel blij dat ik eens een keer voor een groep kon staan vanuit kennisdeling om eens te vertellen van hoe wij daar vanuit Poltec tegenaan kijken. Want assessments, dat ligt een beetje aan de klant, maar assessments is vaak een iets andere setting. Ik heb wel eens zalen gehad waar de helft van de mensen mij wouden vermoorden, omdat ik iets van ze vond. Die zien het meer als een veroordeling dan dat ze zien van goh, er komt iemand om ons te helpen. Dus dit soort settings vind ik zelf ook ontzettend leuk, omdat je dan hopelijk jullie ook iets mee kunt geven over hoe wij er tegenaan kijken. Zonder te zeggen dat dit de absolute waarheid is. Dit hele verhaal, het is onze visie op hoe je zou kunnen testen, goed zou kunnen testen, geautomatiseerd zou kunnen testen. En het gaat heel vaak mis. En ik ben eigenlijk wel eventjes benieuwd. Wie van jullie is al eens met testautomatisering bezig geweest? En waar lukte dat misschien niet zo heel erg goed? 1, 2, 3. Wees eerlijk, het mag. Een aantal mensen. Betekent dat dat bij de anderen allemaal goed ging? Of nog niet bezig met testautomatisering? Lukt dat of waar lukt dat niet? Dat is meestal voor recht als het testen. Ja. Het, als we eerst eens gaan kijken naar de flopverhalen, van waarom gaat het nou zo vaak mis? Dan, dit spreekwoord dat kennen jullie. En ik wil jullie eventjes meenemen in een verhaal. Het gaat over iemand die ik van vrij dichtbij heb meegemaakt. Waar dit verhaal heel erg op van toepassing is. En eigenlijk wil ik die persoon gewoon aan jullie voorstellen. Want dat ben ik zelf. Ja, en ik was die ezel die daadwerkelijk gewoon 2 keer zijn neus heeft gestoten. Ja, 1 keer in rond 2005. Ik was hoofd van de testafdeling. We maakten toen digitale satellietontvangers in Korea gemaakt. En wij pasten de software aan en er kwam ons brand op. En dat ging de markt op. Die Koreanen waren erg snel in softwareontwikkeling. Dus we kregen de ene release naar de andere. En die moesten we allemaal maar testen met het handje. Nou, ik dacht slim te zijn van laten we dat eens gaan automatiseren. Nou, dat hebben we geprobeerd. Een jaar lang. En eigenlijk moesten we tot de conclusie komen van ja, het is hartstikke leuk. Maar na een jaar, we hebben nog steeds niks. We hadden een prachtig framework, prachtige ideeën. Maar kon het wat? Had het toegevoegde waarde? Had het businesswaarde in jouw termen? Nee. Het was nog steeds een mooi idee. Maar absoluut geen praktische waarde. Nou, dat was voor mijn Poltec tijd. Dus in Poltec was mijn tweede ervaring bij een hele grote klant van ons. Ik kan de naam wel noemen. Enreis. het was bij Oracle.
En ik kwam daar als vervangend testmanager voor een testgroep waar men bezig was met testautomatisering. Dus de keuze was al gemaakt van we gaan iets met testautomatisering doen. Nou, ik had natuurlijk die ervaring van mijzelf, een klein bedrijfje. En ik had nu zoiets van, wow, het grote Orico. Hier zullen ze wel weten hoe dat werkt. Dus ik was zo dom om niet meteen te zeggen van jongens, die aanpak die jullie bedacht hebben, dat gaat niet werken. Dat heb ik al een keer gezien, dat moet je niet zo doen. Ik had zoiets van, nou, binnen deze setting, Orico zou het wel weten. Nou, mooi niet. Jaren in geïnvesteerd en precies dezelfde conclusie. Leuke ideeën, best wel veel code. Werkt het? Verving het handmatig testen? Hadden we een regressietest die iets aan waarde toevoegt, die iets zei over het product? Nee. Dus eigenlijk kwam ik al vrij snel tot de conclusie van, ja, dat hele automatiseren, misschien moeten we het maar niet doen. Het is een leuk utopia, er worden boeken over volgeschreven, maar ik zie gewoon niet hoe dit gaat werken. Ja, dus ik had het op dat moment eigenlijk afgeschreven, dat was rond 2012. Daar kom ik nou op. Want ik ben er natuurlijk wel over na gaan denken. Van, joh, ik heb nou twee keer mijn neus gestoten. Kan dit nou echt niet? Of doen we iets niet goed? Doe ik iets niet goed? En toen ik daar eens goed over na ging denken, toen zag ik toch wel wat overeenkomsten tussen die twee projecten. En eigenlijk de eerste was van dat we het eigenlijk heel erg los van de daadwerkelijke productontwikkeling deden. Het waren technologieprojecten. Hè, van we hadden het idee van, nou, we gaan testen automatiseren, want we hebben te veel handmatig werk. Nou, laten we eens een project starten en daar zetten we een paar engineers op. En die laten we dat eens bedenken en die laten we dat eens bouwen. En dan gaan we wel eens kijken wat er van komt. Hè, hopelijk snel iets. Maar de tweede fout die ik of we maakten, was dat we er eigenlijk ook niet zo hele strakke doelen op zetten. Het ging eigenlijk nog wel handmatig. We hadden wel een beetje last, maar niet heel erg veel last. Focus was eigenlijk op de productontwikkeling. En nou ja, als er wat uitkomt, dan is het mooi. Het liefst wel zo snel mogelijk, maar we hadden het niet heel scherp omlijnd. Minimum viable product hoor je wel eens binnen Agile. Ik weet niet of jullie dat wat zegt. Just enough product. Dat deden we eigenlijk niet. We maakten eigenlijk meteen een O-singing, O-dancing platform. En dan maakten we ook nog eens de hele grote fout dat we probeerden om die handmatige testsets die mensen kunnen uitvoeren, om die te automatiseren. Nou, daar kom ik straks verder op in de presentatie op. Dat moet je dus niet doen. Dat is een van de grootste fouten die je kunt maken. Daar kom ik verder op in de presentatie nog op. En last but not least, we hadden gewoon een tool gekozen, of in mijn eerste setting zelfs zelf een tool ontwikkeld. Omdat we dachten dat dat het beste was en daar maakten we alles maar pas op. Nou, dat moet je dus echt omdraaien. Ga je eens nadenken wat je wil bereiken. Wat je dan voor andere dingen moet doen dan die handmatige tests één op één omzetten. En ga dan eens goed kijken naar je technologie. Zit je in de internetwereld of zit je in de Salesforce of SAP wereld, een totaal andere tooling. En het ene werkt heel erg goed in de ene setting en de andere werkt heel erg goed in de andere setting. En als je verkeerd kiest, werkt het echt niet. Dus, wel wat lessons learned. Nou, daar kon ik niet meteen mee aan de slag. Maar eerst moest de wereld nog veranderen. Als je eigenlijk kijkt wat er is gebeurd in onze industrie, dan zie je zo'n badkuippatroon van, nou ja, initieel, jaren 80 praat ik dan over, of misschien nog wel eerder, pionieren met IT. Voor het eerst bedrijfsprocessen automatiseren, voor het eerst testen, voor het eerst code bouwen, eigenlijk allemaal nog op een hele ongestructureerde manier. Er was toen nog, waren eigenlijk nog weinig coding standards. Over testen was eigenlijk nog niks geschreven. Men deed maar wat. En naarmate dat groter werd, die pionieringsfase, kwam er de behoefte om te structureren. Dat was, nou ja, voor testen rond 2000, wat Frans al zei. Toen onze oprichter Martin Po daar eens goed over is gaan nadenken. Van, ja, hoe moet dat nu met testen? En dat zag je eigenlijk overal in de industrie.
Hè, ook coding standards, de talen werden beter, de IDE's werden beter. Om meer gestructureerd te kunnen werken. Meer procesmatig te kunnen werken. Meer reproduceerbaar te kunnen werken. Zodat je herhaalbaar een product met dezelfde kwaliteit kunt maken. En nou, dat hebben we een tijdje lang volgehouden. Werkt ze tot op zekere mate best wel. Hè? Prins 2 projecten. Sommige werkten, sommige werkten absoluut niet. En de laatste jaren, eigenlijk sinds 2010, zonder absoluut nauwkeurig te willen zijn, maar ergens daar zag ik de omslag, zag je echt Agile opkomen. Agile was natuurlijk al van veel eerder daarvoor. Maar eigenlijk vanaf 2010 zie je het echt belangrijk worden. Zie je mensen het oppakken. Waarom? Omdat men op de industrie een optimalisatieslag wil maken. Ja, men wil meer maatwerk. De business wil sneller, vaker deployen. Niet een half jaar wachten op een nieuwe versie waarin ze dan die showstopper of die haai op kunnen lossen. Maar men wil dat veel sneller kunnen doen. En dan komt het vraagstuk van, wat moeten we nou doen om te optimaliseren, om die volgende stap te kunnen maken. En eigenlijk weer minder te structureren, dus eigenlijk weer durven loslaten, volwassener worden. Durven loslaten, maar wel in staat zijn om de juiste keuzes te kunnen maken. Nou, en dat zie je eigenlijk overal in de industrie. Dit is dan een voorbeeldje van de auto-industrie, hè, pionieren, eind 1800. Henry Ford die op een gegeven moment zei van, je kunt bij mij alle auto's krijgen als hij maar zwart is. Hè, structureren, massaproductie. En nu, kijk maar naar de nieuwe lijn auto's. Vooral de Fransen zijn daar goed in. Ja, 20 varianten maken ze gewoon. Of je kunt zelfs je hele product, je type auto die je wil, kleur dak, kleur bumpers. Je kunt volledig maatwerk in een massaproductieomgeving. Dat hebben ze voor elkaar gekregen. En dat zie je op alle vlakken. Je ziet het in de mobiele telefonie. Maar dus ook in de softwareindustrie. Hè, klanten willen maatwerk. Die willen veel meer. Software moet voor hun werken. Hè, het is een middel om een doel te bereiken. Het is geen doel op zich meer. Nou, wat betekent dat voor testen? Daar hebben we dus ook die pionierfase gehad. We doen maar wat. Op een gegeven moment kwam daar enige structuur. Hè? Men bedacht dat watervouwmodel. Ik weet niet of jullie het kennen, maar sequentieel. We gaan eerst bouwen en daarna gaan we eens nadenken over testen. En als testen dan klaar is, dan hopelijk is het product goed genoeg en kunnen we deployen. Nou, dat model, ik zou het niet helemaal uitleggen, maar had zo zijn nadelen. Dus men ging daar wat verder over nadenken. Dan kwam het V-model. Ja, hier eigenlijk de bouwcount. Want we gaan iets op hoog niveau bedenken naar uiteindelijk coderen. En eigenlijk parallel daaraan gaan we meteen al met de testen opstarten. Dus we slaan een hele optimalisatieslag ten opzichte van dit. Nou, hartstikke mooi. Heeft jaren best goed gewerkt. Maar toen kwam Agile en Scrum. Een heel ander ontwikkelproces. Veel dynamischer, veel interactiever, veel incrementeler. En nu stapt men zelfs door naar DevOps. Continuous integration, continuous delivery. Men wil continu live kunnen gaan. Ja, is dit model dan nog wel van toepassing? Ja, dat werkte gewoon niet meer. Daar moest iets heel anders bedacht worden. Om nog steeds met testen voldoende kwaliteit te kunnen borgen. Nou, ook op tooling niveau zie je dat men is geëvalueerd. Hè, daar waar mijn twee flopverhalen, dat zat hier rond. Ja, toen had je veel van die tools nog niet. Hè, en Jenkins en al die anderen die daar staan. Ja, die helpen ook om het gewoon makkelijker voor elkaar te krijgen. Het zijn vaak niet eens testtools. Git is gewoon een repository, wordt voor code gebruikt. Maar goed, testautomatisering komen we straks nog op. Dat is ook gewoon code. Dus gebruik die bestaande tooling daar gewoon voor. En het gaat allemaal veel meer vliegen. Nou, daarbij komt, als je in een agile ontwikkelomgeving zit, dat product dat groeit continu.
Iedere sprint bouw je er wat bij. Je begint met je minimum viable product, daar zit maar heel weinig in. Nou, dat kun je misschien allemaal handmatig nog wel testen, dat gaat nog wel. De tweede sprint komt er wat bij, de derde sprint komt er weer wat bij. Nou, iets wat mensen absoluut niet meer accepteren tegenwoordig is regressie. Iets wat doet, moet altijd blijven werken. Dus het is hartstikke leuk dat Apple met een nieuwe iOS-versie allerlei nieuwe functionaliteiten bedenkt. Maar als bestaande functionaliteiten omvouwt, dan hangen ze. Dan worden ze afgemaakt in de pers. De klant is ook heel erg, heeft hele hoge verwachtingen. Nou, met dat groeiende product groeit dus ook de kans op regressie in je product. Als je te weinig tijd hebt om alles maar te testen, dan ga je keuzes maken. Nou, daar hadden we van origine, of traditioneel hadden we daar het risico gebaseerd testen. Dan moet je nadenken over waar zitten mijn risico's en dan ga ik alleen die dingen goed testen. Ja, eigenlijk mag niks omvallen tegenwoordig. Alles wat omvalt is al te veel en je hangt alweer in de pers. Dus ja, eigenlijk kun je niet anders concluderen dan dat testautomatisering een must is geworden. Je krijgt het gewoon niet meer voor elkaar als je niet testautomatiseert. En gelukkig hebben we nu de tooling en de kennis hoe dat te doen. Dus als we dan even doorstappen, dan wil ik jullie eigenlijk even meenemen in hoe voorkom je nou dat het een flop wordt. Wat moet je nou doen om testautomatisering succesvol te laten zijn? En dan moeten we eigenlijk eerst eens even stilstaan bij het vraagstuk van kun je nou alle testen automatiseren? Dat is nog wel eens iets wat je hoort. Waar men ook zegt van we gaan alles automatiseren, testers gaan eruit. En we hebben geen testers meer nodig. Testen is dood. Nou, ik zie al mensen lachen. Vaak een teken van herkenning. Dat een aantal mensen predikt dat. Nou ja, daar geloof ik dus absoluut niet in. Testen is absoluut niet dood. Het verandert wel. Zoals de hele industrie verandert. Nou, ik zal jullie even uitleggen waarom ik dat denk. Er zijn twee principes. Het eerste principe is je weet wat je weet. Even goed over nadenken. Je weet wat je weet. Nou, wat je weet schrijf je op. Requirements. Dat is je product backlog of je requirement document als je nog traditioneel werkt. Daar kun je prachtig testgevallen voor schrijven. Daar werkt die hele oude theorie nog van testtechnieken op loslaten, komen testgevalletjes uit. En die voer je uit, pass, fail en tada, testen klaar. Nou, ik noem dat checken. En een aantal met mij noemt dat checken. Dat is geen testen, dat is checken, dat is verifiëren. Doet die wat die doen moet? Nou, laat dat alsjeblieft een computer doen. Die is daar hartstikke goed in. Dat kun je allemaal programmeren. Want je weet het verwachte resultaat al. Dus je laat die computer de knopjes bedienen of de API kietelen. En je kijkt of het verwachte resultaat eruit komt. Klaar. Check is pass of fail. Dus dit, alsjeblieft, ja. Allemaal automatiseren. Echter. Dit zit ook in ieder product. Je weet niet wat je niet weet. Het begint al bij het opstellen van de requirements. Bij het opstellen van de user stories. Iedereen probeert zo goed mogelijk die dingen te maken. Maar ieder product heeft onvoorspelbaar gedrag. Omdat iedere persoon die aan het product werkt, niet weet wat hij niet weet. Het zijn gewoon blinde vlekken. En dat zit ook bij de tester. Die zou hiervoor geen testen kunnen bedenken. Dat kun je niet, want je weet niet wat je niet weet. Dat is een hele interessante dit. Nou, daar kan ik een hele avond over praten, over dit stuk. Maar hoe kom je op stukken waarvan je niet weet dat je ze niet weet? Nou, hoe heeft Indiana Jones, om maar even in filmtermen, hoe ontdekt hij nieuwe dingen? Door te exploren. Hoe heeft Columbus ontdekt dat de aarde niet vlak was? Door te exploren. Dan kom je dus op het stuk onderzoekend testen. Exploratory testen in Engelse termen. En dat kunnen alleen mensen. Misschien over 10, 20, 30 jaar met artificial intelligence dat ik mijn verhaal moet wijzigen. Maar nu, hier, nu, dit kunnen alleen mensen. En als je dit niet doet, dan challenge je je product onvoldoende. Dan ga je alleen maar kijken, doet die wat die doen moet. Nou, dat is hartstikke leuk. Maar de eerste gebruiker die achter jouw product zit,
die gaat dingen doen waar jij niet bij stil hebt gestaan. Of er lopen katten over het toetsenbord. Of er zit een toets vast omdat iemand iedere dag brood achter zijn computer eet. Ja, misschien heb je die test wel niet bedacht. Omdat dat jouw blinde vlek was. Nou, een goede exploratory tester. En dat is meer dan ik doe maar wat. Die kan dus dat onderzoekend testen. En dat heb je dus absoluut ook nodig om te weten of je product goed is. Daarom kiest Enruis dus ook nog voor Potec-testers. Die gewoon houmatig het product challengen. Probeer je product maar kapot te krijgen. Als je niet kapot gaat, heb je een robuuste. En die kan live. Dus je moet beide doen, is mijn stelling. Alles aan de linkerkant, alle checks automatiseren, maar dat is dom werk. Even plat slaan, hè. Je moet het wel bouwen natuurlijk. Maar dit vinden mensen heel vervelend. En dan moet iedere keer dezelfde testen doen. Een goede tester vindt dat beren interessant. Want daar heb je creativiteit voor nodig. Van, hoe heb je dat nou bedacht? Ja, ach, kwam zo in me op. En ik zie eens, een grote fout. Dus, je kunt niet alles testen. Voordat je gaat automatiseren, voordat je gaat rekenen, voordat je vroeger op de middelbare school met zo'n machientje omging, had je al wel geleerd dat 1 en 1, 2 was. En had je, als het goed is, ook nog wat geleerd over die sinus, cosinus en andere moeilijke functies die erop stonden. Je kon rekenen. En toen was zo'n geautomatiseerde rekenmachine behulpzaam voor je. Hetzelfde geldt voor testautomatisering. Als je niet kunt automatiseren, als je niet weet wat professioneel testen is, begin alsjeblieft niet aan automatiseren. Want je testen is houtmatige chaos. Wat krijg je dan? Geautomatiseerde chaos. Eén grote puinhoop die niks oplevert. Die geen goede informatie over je product oplevert, waarop jij kunt zeggen, ik heb vertrouwen in dat product. Dus zorg eerst dat je weet wat professioneel testen is. Dat je van die dingen die daar staan afweet, zodat je ook een goede testautomatiseringsstrategie kunt kiezen. Ja, en dat is weer een heel ander verhaal. Dan moet je weten, wat kan ik wel automatiseren, wat kan ik niet automatiseren. Dat verhaal wat ik net op de vorige slide uitlegde, moet je heel goed snappen. Ja, hoe integreert mijn tooling wel met de rest van de development omgeving als ik continuous integration, continuous delivery wil doen? Dan moet er één grote pipeline geautomatiseerd worden die op elkaar is afgestemd. Doe ik het met open source of met licensed producten? Keuzes, keuzes, keuzes. Niks is voorgeschreven, je moet het allemaal zelf kiezen. Je kunt alleen de goede keuze maken als je daar heel volwassen in bent en heel veel van weet. Dus dit is nog niet zo makkelijk. Nou, ik had het al gezegd, de grootste valkuil die ik twee keer heb gemaakt is, dus ik heb hem maar als worst practice bestempeld, is het rechtstreeks automatiseren van je houtmatige testen. Nou, waarom is dat nou zo slecht? Dus eigenlijk het profiel wat je dan krijgt is, ik heb een hele bult GUI-based testen. Hè, een houtmatige tester zit achter de GUI-knopjes te drukken, om het maar even plat te slaan. Nou, best case hebben de ontwikkelaars ook nog wat testen gedaan. Was maar afwachten of ze wat deden. Dus je had zo'n profiel als het ging om waar heb ik nou mijn test zitten. Heel veel GUI-tests, heel veel dev-tests. Nou, wat ik daar altijd van zeg, en een aantal met mij, dat is een ijskoolprofiel. En we weten allemaal, die ijsjes, die zijn niet zo heel robuust. Die gaan heel snel smelten. Je krijgt er één grote smeerzooi van als je te lang wacht. Vaak propt men veel te veel bolletjes in dat horentje. Dus als je pech hebt, flikkert het er ook nog af op straat. En als ze een beetje te hard gedrukt hebben en jij knijpt nog een beetje, dan spettert het hele ding uit elkaar en heb je niks meer. Dus heel erg stabiel is zo'n ijskoopprofiel niet. Dus dat moet je gewoon niet doen. Hè, wat veel beter is de algemene theorie nu, is een piramide. En dat wisten de Egyptenaren al heel lang voor ons. Piramides zijn veel sterker. En wat zegt die testpiramide? Van pak de grootste test coverage met je geautomatiseerde unit tests. Unit tests, kleine testjes door developers geschreven, die direct op de code werken, het liefst gestubt en gemokt. Nou, ik gooi er wat termen in, ik weet niet of het iedereen wat zegt, maar het liefst zoveel mogelijk gestubt, gemokt, geïsoleerd, zodat ze heel reproduceerbaar worden.
En dit geeft je een hele goede basis, checking, hè, of je product doet wat hij zou moeten doen. Nou, sommige bedrijven, en ik heb gelezen, Enrise zit ook op die lijn, die trekt dat nog wat verder door, die gaat TDD doen. Die gaat eerst een testje schrijven, die falen allemaal, en dan gaan ze code schrijven net zolang totdat die testjes paas zijn. Nou, dan is het product goed genoeg. Dat is TDD. Maar je grootste testcoverage in geautomatiseerd testen pak je daar onderin. Geef je een stabiele basis. Nou, vervolgens ga je kijken, want dan heb ik alleen nog maar kleine unitjes los van elkaar getest. Dat zegt nog niks over een volledig goed geïntegreerd werkend product natuurlijk. Dus je moet meer doen. Nou, wat moet je meer doen? Je moet ook naar integratie kijken. Werken al die moduletjes wel goed samen? Zijn er API's waar ik over met iets anders communiceer? Bijvoorbeeld een mobiel. Al die mobile apps die hebben API's naar de backend. Die kun je testen. En dan trek je de mobile app los van de backend. Ben je nog niet met dat hele grote ding bezig, die grote keten. Maar je trekt dingetjes los. Maar wel groter dan unit tests. Nou, daarbovenop gooi je dan nog een aantal geautomatiseerde GUI-based testen. Procestesten, end-to-end testen. Maar dat kunnen er weer minder zijn. Want je hebt al heel veel vertrouwen in je product gekregen met die onderste lagen. Dus daar gooi je slim nog een aantal end-to-end testen overheen, geautomatiseerd. En om het af te toppen zit hier het handmatig testen, wat ik uitgelegd heb op die vorige slides. Om je product kapot te maken. Dus als je zo'n structuur in je testlevels, dit zijn de traditionele testlevels voor mensen die dat wat zegt. Als je daar zo'n structuur in zet, het grootste volume onderin, het kleinste volume bovenin, bouw je een piramidestructuur en die zijn stabiel, die zijn robuust, die staan. En bijkomend voordeel is dat hier onderin de testjes zijn klein, zijn heel makkelijk snel te bouwen, dus kosten zijn laag. En snelheid om die testjes te draaien, en ze draaien gewoon in de ontwikkelomgeving, is ontzettend snel. Dus als je het goed doet, kun je bij iedere code check-in, iedere codewijziging in je versiebeheer, draai je gewoon die hele set aan geautomatiseerde unit tests. En je weet of je regressie hebt of niet. Heel effectief. Naarmate je verder naar boven komt, wordt het steeds duurder. Handmatig werk is erg duur. Maar ook die end-to-end testen. Als je met een third party, bijvoorbeeld een bank, moet samenwerken over een API. Ja, dat zijn lange ketens. Bij de Belastingdienst, dat stikt van de immens lange ketens. Ik weet niet hoe dat bij Enrise is met de producten. Ik denk dat jullie ook best wel ketentjes hebben. Ja, op ketenniveau zijn... wat zeg je? Simpel zit daar. Simpel, die... Ja. Redelijke keten. Ja, redelijke keten. Nou, hartstikke lastig om zo'n keten op te bouwen in een testomgeving. En best ook wel lastig om data over de hele keten in sync te krijgen. En het zijn complexe tests. Omdat ze complex zijn en over zoveel stappen schijven gaan, duren ze ook gewoon lang. Dus naarmate je verder naar boven komt, het wordt steeds trager en steeds duurder. Dus dan moet je wegblijven, want je wil continuous delivery, je wil als het kan een aantal keren per dag naar productie. Ja, en als je te veel bovenin hebt, ja, het wordt traag. Nou, om dit te kunnen, dat vraagt nogal wat. Ja, dat vraagt heel veel nieuwe kennis van ons als testers. Maar ook veel kennis van ontwikkelaars. Eigenlijk groeien steeds meer naar elkaar toe. Ja, want de grootste testcoverage eigenlijk pak je met je unit test. Dat doen developers. Waar ze dus vroeger in het ISCO-profiel soms bijna niks testen. Het over de muur gooiden. Ja, wat we met veermodel nog wel eens zagen. Moeten ze nu snappen wat testen is? Want ze moeten slimme unit tests bouwen. En hier zit je een beetje op het grensvlak. Nou, dit afhankelijk van je framework. Soms schrijft de business die zelfs in TDD frameworks met Cucumber of wat je ook maar kiest. Maar het kruipt allemaal steeds meer naar elkaar toe. Iedereen moet veel meer weten van testen. Dus dat vraagt nogal wat. Ook van onze mensen. We zijn ook met hele scholingsprogramma's bezig om mensen dit te leren. Die traditionele tester van ons, 10 jaar geleden, die zat allemaal hier. Ja, goed, als je dit minimaliseert,
Als we willen blijven, als we werk willen blijven houden, ja, dan zullen wij ook naar beneden moeten. En meer moeten snappen van wat daar onderheen gebeurt. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Heel snel even. Voorbeeldje van een mobile app. Hier in die lagen zit een mobile app die via wifi met een backend en misschien nog een externe partij communiceert. Nou, je moet goed je architectuur bouwen. Hè, dus een communicatielaag, een modellaag die de backend visualiseert, modelleert. Dan krijg je een view modellaag die dit model omwerkt naar uiteindelijk de GUI views. Zodat je op je mobile app mooie schermpjes krijgt. Nou, al die lagen, daar moet je dus unit tests voor schrijven. Iedere ontwikkelaar die op welke laag ook maar iets programmeert, bouwt zijn unit tests. En dan ga je nadenken over de volgende laag in de piramide. Oké, integratie. Ik moet dus de integratie tussen views en viewmodel testen. Ik moet de integratie tussen viewmodel en model testen. Ik moet de hele app geïntegreerd testen, zonder de backend. Ik moet de onderste lagen van de app met de backend testen. Over, nou ja, in dit geval een XMPP-protocol. En dan uiteindelijk, helemaal boven in de piramide, heb ik mijn end-to-end tests. Dat is zoals je het opbouwt. Dus je moet heel goed development en testers dit in beeld brengen. En heel goed snappen, hè, want dit moet ook allemaal overlappen. Hè, dat je geen gaten in je coverage krijgt. Je moet dit heel goed snappen met elkaar en daar goed over praten tijdens je refinement al, als je een user story bespreekt. Van hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we die piramide invullen voor deze user story in die aankomende sprint? Daar moet je gezamenlijk al wel een beeld bij hebben. Nou, hoe werkt dat dan in een sprint? Hier heb je even kort gevisualiseerd het sprintprincipe, sprint 1. Stukje refinement, daar heb je het over wat gaan we maken in die sprint. Uiteindelijk moet er een cadeautje, een productincrement uitkomen. Nou, mijn visie is dus, al tijdens refinement moet jij met het hele team een globaal beeld hebben. Hoe ga ik die piramide invullen? Hè, welke testen ga ik doen over die hele piramide om een goede dekking, testcoverage te krijgen voor die user story? En vervolgens ga je nadenken, hè, als die hele piramide alle testen zijn, welk deel daarvan, het groene deel, ga ik geautomatiseerd doen. Hè, in de sprint ga je heel goed kijken naar die nieuwe functionaliteit. Doe je dus handmatige tests en misschien ook nog wel wat handmatige API-testen extra. Een subset daarvan, zeg je, die is representatief voor de toekomst. Daarop wil ik vertrouwen. Als die groen is in de volgende sprint, dan kan ik erop vertrouwen dat alles wat ik in sprint 1 gebouwd heb nog steeds werkt, nog steeds goed is. Ja, dus die schuift door. En dan gaat het spelletje voor sprint 2 gewoon weer verder. Refinement voor de nieuwe user stories. Weer die testpyramide bouwen. Wat ga ik allemaal testen? Ja, de hele piramide. En wat ga ik automatiseren om vervolgens te mergen 2 met 1... zodat ik een uitgebreidere regressietest heb als ik aan sprint 3 begin. Nou, dit is het mechanisme wat je in agile teams die het goed doen, gewoon ziet. Moet zien, hè, continu op de radar hebben, die testpyramide en hoe ga ik hem vullen. User story for user story. En daar moet je het al met elkaar over hebben tijdens de refinement. Want dan heb je het over, wat zijn mijn testdoelen? Wat is belangrijk? Testfocus. Wat is minder belangrijk? Wat belangrijk is, ga ik diep testen. Maar wat minder belangrijk is, kan ik minder testen. Dat is dus een mechanisme. Nou, wat je ook heel goed moet realiseren als je testautomatisering doet en dat goed wil doen, is dat het gewoon codeontwikkeling is. Je bouwt als het ware een tweede product naast je product. En dat product bestaat uit een geautomatiseerd testframework op al die lagen van de piramide. Unit tests, integratietests, API-tests, GUI-tests. Dat is een hele bak code. En het ziet er gewoon net zo uit. Dit is een stukje van Selenium. Om je webbrowser te kunnen bedienen. Het is gewoon code. Dat moet je heel goed realiseren. En net zo als jij gedegen
met jouw productcode om moet gaan om een goed product te krijgen, moet jij om testautomatisering top te laten zijn, dus ook heel gedegen met je automatiseringscode omgaan. Dan gelden gewoon precies dezelfde dingen voor als voor normale code. Dus je moet nadenken over je architectuur. Bouw een goede architectuur. Het moet stabiel en robuust zijn. Het moet niet iedere keer omflikkeren. Maar dan ben je alleen maar met beheer bezig. Je moet met nieuwe dingen bezig zijn. Hè, versiebeheer. Een test hangt aan een versie van het product. Ja, je zit continu aan je product te sleutelen. Dus je moet weten welke versie van deze test hangt aan welke versie code. Dus ook je automatiseringscode moet onder versiebeheer. Heel erg belangrijk. En het liefst onder dezelfde versiebeheer toe als jij voor je product hebt. Dus als je Git hebt voor je productontwikkelomgeving, gebruik dan als het enigszins kan ook Git voor je testautomatiseringscode. Integreert lekker. Dan kun je het makkelijk aan elkaar koppelen. Coding standards. Gewoon dezelfde coding standards als op je product toepassen op je automatiseringscode. Dan krijg je goed leesbare, goed onderhoudbare code. Want nogmaals, je wil niet met maintenance van je testautomatiseringscode bezig zijn. Ik heb net een assessment afgerond bij een grote klant. En die waren 95% van de sprinttijd bezig om de geautomatiseerde regressietest weer in leven te krijgen. Ze hadden maar 5% de tijd om nieuwe dingen te doen. Dat wil je niet. Dan kun je niet innovatief zijn. Dan word je ontzettend traag. Hè? Wij willen dat liefst omdraaien. Wij hebben bij klanten frameworks neergezet waar je 5% maintenance hebt. Tuurlijk, af en toe fouten wat om. Moet je eraan sleutelen. 5% maintenance en de rest heb je de handen vrij om nieuwe dingen te doen. Dan ben je goed bezig. Dat is waar je naartoe wil. Maar ja, daarvoor moet je dus wel wat doen. Code review. Een test die je schrijft, moet je testen. Heb ik wel een goede geautomatiseerde test? Is het geen false positive? Dat die altijd groen is? Moet je testen. Is het geen false negative? He? Fout die niet, terwijl het product goed is? Dan moet je testen. Nou, laat iemand anders daarnaar kijken. En test hem ook. He? Dus verzin testdata om te kijken of je test, geautomatiseerde test, goed werkt. Komt er allemaal bij. Het is gewoon een product. Moet je testen. En refactor on demand. Hou die code schoon. Hou hem bij, want net als je product, hij groeit. En voordat je weet, bouw je er een puis bij. En als je die eerste puis gebouwd hebt, dan komt de tweede en de derde steeds makkelijker. En voordat je weet, gliding scale 95% onderhoud. En je kunt niet meer innovatief bezig zijn. Dus behandel het als code. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het is ook niet het dingetje van de tester in je team. Dit is wat je samen doet. Het hele team is hiermee bezig. Tijdens refinement heb je het er met z'n allen over, met het hele team, van nou, hoe gaan we die testpyramide vullen? Maar heel erg belangrijk, veel belangrijker dan vroeger, hoe krijg ik hem testbaar? Vroeger op de GUI. Ja goed, eindgebruiker moet er ook bij kunnen, dus dat kreeg je gratis erbij. Maar om hem op de middenlagen, op die API en op die integratielagen een product testbaar te maken, ja, daar moet je vaak wel iets voor doen. Dan moet je als tester dus vragen van de ontwikkelaar, kun jij die API voor mij openzetten? Kun jij hooks inbouwen, zodat ik daar met mijn automatiseringsframework op kan ingrijpen? Kun jij een stukje van de applicatie stubben? Zodat ik die niet meeneem in mijn test, maar dat ik daar een voorspelbare reactie krijg, zodat ik daar een test op kan bouwen. Dat zijn allemaal dingen waar je het met elkaar over moet hebben. Anders krijg je het niet voor elkaar. Dus testen is niet meer van de tester. Testen is van iedereen. Nou, Ed, jou zegt dat al, hè? Kwaliteit is van het hele team. Dus testen is ook van het hele team. Maar gaat vaak mis. Vaak gaan ze toch weer naar die testen kijken. En die moeten alles maar bouwen en oplossen. Dat moet je dus niet doen. Dat gaat echt niet goed. Die tester krijgt het veel te druk. En die kan het ook gewoon niet alleen. Die heeft de kennis niet. En je moet verdomde goed weten hoe je product in elkaar steekt. En dat weten de developers heel goed. Dus dit is te complex om het alleen te doen. Je moet dit samen doen.
En testbaarheid, waar vroeger dus nog wel eens makkelijk overeengestapt werd. Testen was alleen maar functionaliteit is belangrijk en misschien een beetje performance. Testbaarheid van je product, oh zo belangrijk. Dus als jij een microservice landschap hebt met allemaal mooie losstaande dingetjes, ja, dat is perfect testbaar. Hè? Dus, en dat heeft nog andere voordelen ook trouwens. Maar daar moet je het met elkaar over hebben. En je ziet dus dat bestaande organisaties die heel veel legacy hebben, er soms voor kiezen om alles weg te flikkeren en gewoon vanaf scratch met moderne technologie opnieuw te beginnen. Nou, daar moet je wel durf voor hebben. Maar soms is dat de enige manier om het te kunnen doen. Anders lukt het je gewoon niet. Heel belangrijk is dat je vertrouwen hebt in die testset die je gebouwd hebt. Dat gaat ook zo vaak mis in de praktijk. Hè? Je sprint is not done als je testautomatisering not done is. Je test, geautomatiseerde testset, is aan het einde van de sprint 100% groen. Zonder uitgeschakelde tests. Ja, maar dat doen mensen nog wel eens. Oh, deze test is niet helemaal goed meer. Ik schakel hem maar uit. Ja, dat is het begin van het einde. Als je die eerste uitgeschakeld hebt, is die tweede uitschakelen makkelijker. En voordat je het weet, verlies je het hele vertrouwen in je testset. Je sprint is not done als je geautomatiseerde test not done is. Dat staat gewoon in je definition of done. Bij een team wat goed met testautomatisering omgaat. En dit wil je echt niet. False negatives, false positives. Ja, daar hebben we het al over gehad. Test je code. Ook bij die clowns waar ik was. Ja hoor, de testen draaien. 100% false negatives. Ja, draai hem dan niet. Ja, maar dan gaan we wel analyseren. En dan analyseren we wel uit wat een echte terechte negative is. En alsjeblieft jongens, waar ben je mee bezig? Ja, dat moet je niet willen. Altijd volledig vertrouwen kunnen hebben in je geautomatiseerde testset. Heel erg belangrijk. Nou, net als met het product, ook nog iets om goed in je achterhoofd te houden. Goed is goed genoeg. Just-in of testautomatisering, want alles wat je bouwt moet je ook onderhouden. En just-enough, dat zeggen ze ook just-enough documentation binnen Agile. Ja, wat is just-enough? Dat is een heel moeilijk begrip. Dat is heel erg moeilijk om dat te bepalen. Dan moet je heel volwassen met je materie om kunnen gaan. Maar wel heel erg belangrijk. Want een test te veel is een test te veel in onderhoud. Hij kan omvallen. Heb je allemaal last van. Doe het daarom risicogebaseerd. Denk nog steeds wel na over waar zitten mijn risico's. Want daar wil je de diepste coverage hebben. En ook je eerste coverage als je met testautomatiseren begint. Denk gewoon na van wat is het meest erge wat mij kan overkomen. Als dat proces plat gaat, dan lig ik stil. Nou, ga daar dan een test op zetten om dat te borgen. Dat wordt je eerste geautomatiseerde test. En als je die altijd groen houdt, geeft dat je al een basisstukje vertrouwen over je meest cruciale businessproces. Ja, en iedere test die je bouwt moet waarde hebben. Net als alles wat je binnen Agile doet. Een test moet ook waarde hebben. Moet je informatie geven. Het product werkt nog goed of er is iets mis met mijn product. En het liefst bij iedere check-in uit je unit tests. Ja, en als je ziet dat het niet meer goed genoeg is, dan moet je refactoren. Moet je gewoon tijd voor claimen. Doe je het niet, het technische debt opbouwen, net als op je codeproduct, begin van het einde. Dus als je dit doet in je sprintplanning, ja, daar gaan storypoints in zitten, hè, om dit te bouwen. Daar moet je niet te makkelijk over denken. Krijg je er allemaal bij. Maar goed, je krijgt er ook heel veel voor terug. Want als je het goed doet, kun je continuous deployen. Met volledig vertrouwen in dat je product nog steeds goed is. Nou, er zijn heel veel tools. Dit plaatje heb ik even gejat van Gartner. Die heeft dat eind vorig jaar, november 2016, gepresenteerd. Wat je hier ziet is een aantal belangrijke leveranciers van tooling voor testautomatisering. En over de assen staan de volledigheid van hun visie. Hè, van wat kun je met die tool? Hier kun je er O-singing, O-dancing, alles mee. En hier heeft hij maar een hele beperkte functionaliteit. En ja, hoeveel wordt die gebruikt in de markt? Nou, dan zie je rechtsboven, wat ze dan de leaders noemen, zie je HP met QTP.
Of UFT heet dat nu. Dat is een oude bekende. Die bestaat al jaren. IBM met zijn Rational Test Framework. Tosca. Ja, ik ben het er absoluut niet mee eens dat die daar staat. Maar ze zullen het wel beter weten dan ik. Ik denk dat Tosca helemaal niet zo goed is in uitrol. Het product kan wel heel veel hoor. Maar ga er maar eens op googlen. Ja, ik ben bijna klaar. Ga er maar eens op googlen. Dan vind je er heel weinig over. Ja. Hier zit er een aantal en hier Ranorex, die is flink in opkomst. Maar zoals je ziet, heel veel tooling beschikbaar. Ja, en open source. Wij doen heel veel met open source. Als je dat goed doet, met de juiste kennis, kun je daar net zoveel kwaliteit bouwen als met die dure pakketten. En dan kost het je niks. Dus, om samen te vatten, testautomatisering een must. Begin er niet aan voordat je goed weet wat testen is. Behandel het als codeontwikkeling. Zorg dat die altijd groen is, want alleen dan krijg je vertrouwen in je product. Geen false negatives, geen false positives. Ja, en denk aan piramides, die staan na 4000 jaar nu nog steeds. En ijshoorntjes, dat is maar heel kort en dan is die kapot. Dank jullie wel.